Eerst gaat de stad een profiel maken. De gemeenteraad en hopelijk ook alle Rotterdammers en de wijkraden. En dan zullen we zien wat er uitkomt. Want ik vind het superbelangrijk dat de stad mag aangeven wat voor een soort burgemeester ze willen. Qua type, wat hij moet kunnen, waar hij als boegbeeld voor moet staan. En dan ga ik eens even kijken of dat goed bij mij past. Maar ik ben ook wel zo helder ook al aan de voorkant. Dat ik wel sowieso ook belangrijk vind om mijn vinger op te steken. Zelfs als het een profiel is van iemand die superveel ervaring moet hebben gehad als burgemeester en alle internationale contacten. Al was het maar om aan alle vrouwen in de stad en alle jonge meisjes te kunnen laten zien. Hé, je kunt meedoen. Het is ook niet erg om buiten de boot te vallen. Want het is wel belangrijk ook dat je je vinger kunt opsteken. Zoals ik ben, zo ben ik. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat we verbindend met elkaar kunnen zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke positie is voor de burgemeester. Zowel tussen stad en straat, maar ook tussen alle politieke partijen onderling. Het vertrouwen moet natuurlijk hersteld worden in de politiek en in het ambtelijk apparaat en de overheid in algemene zin. En er is hier wel een behoorlijk petig klusje te klaren als het gaat over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Voor mij is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in ieder geval iets waarvan ik heel erg sterk van binnen voel dat dat ontzettend belangrijk is op dit moment in Rotterdam. En niet voor niets gaan er op dit moment al verhalen over Nederland als narco-staat. Nou, we zien het in de straten. Jonge kindjes zijn uithaler. Ik zie het vanuit mijn rol als ombudsman. Mensen kunnen bijna niet rondkomen. Ze grijpen ook snel naar de criminaliteit als mogelijke uitvlucht om toch rond te kunnen komen. Dus dat is een stevige uitdaging voor de stad en als land. En daar wil ik natuurlijk uiteraard graag een bijdrage aan leveren. Ik denk iedereen met bestuurlijke ervaring, iedereen die de stad een warm hart toedraagt. Er zijn natuurlijk ontzettend veel kanjers al in en rondom Rotterdam die ook allemaal worden genoemd al. Dat vind ik ook wel grappig, want we hebben de wet van Theo Tjoeskoen. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is de nestor van de gemeenteraad. De oudst zittende en hij heeft ook de hele sollicitatieprocedure rondom Abu Talib meegemaakt. En hij zegt altijd, iedereen die wordt genoemd, wordt het niet. Dus bij deze ben ik ook als kandidaat ten dode opgeschreven voor de wet van Tjoeskoen. Maar er worden natuurlijk andere enorme goede mensen genoemd. Carola Schouten, Hugo de Jonge, Wouter Koolmees. Iedereen die wij als stad kunnen krijgen en bereid is om dit te doen, daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn.